Nee, mooie schoentjes heb ik natuurlijk aan. Ja, dat is omdat ik hier in een studio sta. Dit is de nieuwe Audi A6. Dus ik trio A7, A8, A6. Ga een aantal dingen laten zien. Maar eigenlijk best veel tijd om echt wel wat details te laten zien. Audi heeft zelf een viertal onderwerpen die zij belangrijk vinden. Sportiviteit, comfort, digitalisatie. Stuk auto's die krijgen steeds meer connecties met de buitenwereld. Maar moeten ook zelf kunnen rijden. En het design van de auto. En dan zou ik natuurlijk kunnen zeggen, goh, ik vind hem mooi en dat ziet er wel geinig uit en dit of dat. Maar de designer is hier ook, dus ik wilde eerst hem er ook even bij vragen om ja, eigenlijk het hele design van de A6 door te spreken. Want dat helpt wel om de auto verder te begrijpen. Let's just walk through the whole picture, because you have a lot of things to tell about this car. Yeah, for sure. You were responsible for exterior design, exactly. Right? Exactly, yeah. Exterior design with our team. Yeah. Yeah, it's always a team. It's not just one guy drawing. No, not at all. Yeah. We are for sure like a team working on it, and yeah, it's important. How many people typically Basically, work on a car? On the exterior, we were like four people working on it together. Yeah. Yeah. How does that go? Do you get into fight sometimes? I want to have bigger wheels, and do you want smaller? No, for sure. Everybody has different ideas, but it's important that we see what is valid. What is the best direction to go? That we have different directions that we develop and test out, and then in the end we have to agree for one direction. Because four creative people, so it can get messy. Not really. For sure, we have all the main idea in our head. For the A6, it was basically we wanted to make the sportiest A6 ever. Okay. So we had this basic idea, and we have a basic architecture. We wanted to communicate quattro in the sculpture of the car. So we had a mindset that was the same for all of us, and for sure, then we have to find the best way together. So, but how do you express Quattro, which is all-wheel drive, basically in the design of a car. How do you do that? Exactly. So our idea was we had like a shoulder over the wheels for the last decades in Audi, and we wanted a completely new architecture. As you say, this architecture should communicate quattro, and we did this by having a real low shoulder line that you see here on the side of the car. Yeah. The shoulder line points to the wheels. This is already emphasizing the wheels, but we have on top of the front wheel and on top of the rear wheel really strong muscles. But for us, it was super important to communicate the power of the car. And so muscles is the right word to point it out. Yeah. And it's earlier I said something about the lines that I see, but you said something different. This is about the volumes exactly. that you see in the car. Exactly. This is also for us really important. We don't want to create lines and pick lines out. We want to create the volume of the car with the architecture. Yeah. So we have really a clear architecture. The shoulder comes, the main body set comes, and on top of this, the volumes, these strong muscles are sitting and emphasize the quattro all-wheel drive. Yeah, yeah. And this is also playing with light. Is that also a thing that you, with shadows and for sure, and, yeah? For sure. It's how the surfaces stand. You see now the shoulder catches a lot of light. The body side is dark, and this creates, in combination with the muscles, a really interesting play in light and shadow. Yeah. And also the rocker area gives impression of having shadow surfaces and surfaces that are in the light, and that lightens the whole car for sure. Yeah. We have the A8, A7, A6. They're all, well, sort of connected together, but they're different in a lot of ways, of course. Not only the price that you have to pay at the dealer, but also in design terms. Exactly. So A6, A7, A8, they all have the similar architecture, but they all have also particular characters. So A8 is super luxurious and upright. The A7 is really sporty and dynamic, and the A6 is the most stable one of them. Yeah. Yeah, and they all talk the same language, the upper class design language of Audi. Yeah. Okay, and how do you see that it's more stable? Because you see that also in specific choices you make? For sure, it's the attitude of the silhouette. So if we can go a little bit more to the side of the car, the front end, for example, on the A6 is more upright,
On the A7, it's more lean back. Yeah. The rear end, for example, on the A8 is really pushing the car forward. Yeah. And on the A6, it's also quite stable because this was more always straight. Yeah. A6 typical. Yeah. Exactly. We had to find for sure the best balance between design and aerodynamics here. And one little example is treatment of the rear light. So we have a really clean cut of the air with the design of the rear lamp. So we have like a feature here in the rear light that gives a certain character and creates a super good cutoff of the air. Yeah, sort of like a spoiler. Exactly. The front, typical Audi, but it's also changed a little, a lot. Yeah. Completely. It's a little or a lot? No, it's a lot, actually. Yeah? It's a revolution almost. No, if you have a look at the proportion of the single frame, which creates the face of every Audi, we have on the A6 now, like on A8 and A7, a completely new proportion. Much flatter and much wider, the grille, which gives the cars a much more sportier attitude. So on A6, we have a quite upright angles in the rear end and quite fast angles on the top of the grille. And the light is an homage to the predecessor. It is a similar shape, but it looks much more flat and much more sporty. And the whole look of the car is really on the street, really sporty attitude. Okay. And lights is quite a special topic, I think, because with LED technology, you can do a lot more in this age. Because 10 years ago, you had big lights and it's exactly, and for us it's like showcasing the soul of the car. It's really communicating the high tech that Audi is capable of in the front end of the car. In the fair. Is this the best color for an A6? Or is there's a red car over there, is that better? It's a matter of taste basically, but red color in general takes out quite a lot of the sculpture. And in this color, the sculpture of the car, the architecture is really well visible. Yeah. So we're giving people an excuse to buy another gray car, which they already do. Nou, dat was heel veel over het ontwerp. Ja, het is altijd wel leuk om met zo'n designer te praten. Hij begon zich ook te bemoeien met even door de camera kijken of de auto wel goed op staat en zo. Dus wat dat betreft, zeg maar, creatieve mensen vind ik altijd wel leuk. Maar er is nog veel meer over de A6 te vertellen. Heel veel technologie natuurlijk, maar ook motoren. Laten we beginnen met die motoren. Hebben we dat maar even gehad. De keuze is nog niet reuze in het begin, maar daar komt natuurlijk vast wel weer van alles bij. Belangrijk topic is hybrides. Maar dan niet de klassieke hybrides met een grote accu, maar 48 volt systemen die net even een beetje helpen, waardoor je bijvoorbeeld een zeilfunctie hebt, maar bijvoorbeeld ook start-stopfunctie die veel sneller kan uitschakelen. 22 km per uur, bam, kan die motor uit. Onder de motorkap tot nu toe 3 diesels, 2 V6'en, 286, 231 pk en een 2 liter TDI, 204 pk. En 1 benzine tot nu toe, dat is dan wel weer grappig. Dat is zeg maar concerngenoot Porsche, daar zijn ze even niet zo van de diesels. En bij Audi gaan ze nog wel door. Weet je, blijft natuurlijk in deze markt, in dit segment. Diesels is natuurlijk wel heel logisch om wel te doen. De benzinemotor is een vrij dikke 3 liter V6 turbo, de TFSI. Dat is een blok wat we feitelijk kennen uit de Audi S4 en Audi S5, 340 pk. Maar mocht je heel erg fan zijn van zelf schakelen, dan zou ik even een andere auto zoeken. Want eigenlijk wel logisch, maar in deze klasse, wie bestelt er nog een handbak? Is eigenlijk gebeurt gewoon niet meer. Dus de handbak is gewoon verdwenen. Dat betekent ook dat, natuurlijk dat ze in het interieur makkelijker bepaalde keuzes kunnen maken. Maar daar kom ik straks nog wel even op terug. Heel veel technologie. Maar ook bijvoorbeeld voor het onderstel. We hebben standaard veren. We hebben sportvering. We hebben adaptieve dempers. En daarnaast ook nog luchtvering. Dus kom je bij de Audi dealer, dan heb je alleen daarover al 4 keuzes te maken. Dus je hebt net zoveel onderstellen als motoren op dit moment. Dat is wel een grappig feitje natuurlijk. Belangrijk onderwerp waar ik net ook al over had. Digitalisatie van die auto. Wat is belangrijk? Connectiviteit, zelf kunnen rijden, veiligheid. En het zijn 38 assistentiesystemen die de Audi A6 aan boord kan hebben. Hij zal niet alles aan boord hebben, zeg maar, afhankelijk van de configuratie. Maar natuurlijk dat je binnen de lijntjes blijft rijden, dat je niet botst. Maar bijvoorbeeld ook op kruispunten dat hij, zeg maar, waarschuwt voor kruisend verkeer. En wat eraan komt, is ook echt zelfrijdende technologie. Maar bijvoorbeeld dus ook in een parkeergarage zeggen van, joh,
ga jij maar even ergens staan. Hè, dus alsof je die chauffeur hebt. Op het front zie je hier wat meer sensoren dan je misschien gewend bent. Hè. We hebben natuurlijk zeg maar, de eerste auto met adaptieve cruise control. Dan heb je zo'n groot plakkaat of dingen. En die waren weer even een tijdje verdwenen. Maar ze komen nu weer terug. Ja, hier bijvoorbeeld komt optioneel later een lasersensor, laserscanner. Die ja, heel belangrijk is zeg maar, om op verschillende manieren of het ware de omgeving te bekijken. Als je zelf wil rijden. Hè. Dus we hebben een radar voor lange afstand, middellange afstand. We hebben camerabeelden. En we hebben straks die laser om het allemaal zeg maar, goed te kunnen bekijken. Wat ook heel aardig is. Hele andere technologie die je wat sneller aan de buurman kan laten zien. De auto staat nu gewoon op normaal licht. Maar die animaties als je het lamp aanzet en een knipperlicht. Is echt fantastisch hoe je met die ledjes allemaal werkt. Het is heel kinderachtig. Maar ook de Audi man hier dacht, ja, het is wel gewoon gaaf om te zien. Ik denk dat ik maar eventjes binnenin moet gaan zitten. Nog één dingetje, aerodynamica, 0,24 cw-waarde. Dat is inderdaad gewoon heel erg laag. Dat zal voor een spaardiesel gelden die er aankomt. Natuurlijk niet met dit soort dikke band-velgcombinaties. Zeg maar, hoe breder de band, hoe hoger je luchtweerstand natuurlijk uiteindelijk weer wordt. Maar dat is ook wel weer goed. Goed voor efficiëntie, topsnelheid, voor het comfort. En ja, daar hebben ze allemaal keuzes gemaakt, maar die heb ik net ook al even behandeld. Dan ga ik nu maar eens binnenin zitten, want daar is ook genoeg te zien. Belangrijk onderwerp ook voor de A6. Ja, dit is een auto waarmee je op reis gaat. Hè, potentieel lange afstanden aflegt. Hè, dus dit moet een comfortabele auto zijn. Dus dat is dan wel weer het grappige. Dat is aan de ene kant sportiviteit, aan de andere kant comfort. De wielbasis, de lengte is 6 mm groot geworden. De wielbasis 12 mm, ik moet even uit mijn hoofd goed doen. En in het interieur is er 21 mm bijgekomen. Ja, het zijn natuurlijk allemaal kleine sticks, maar het helpt wel. En ik had het net al over connectiviteit en hoe belangrijk dat was. En digitalisatie. Nou, in zeg maar de infotainment systemen. Ik weet inmiddels is het een soort command center voor dit soort auto's. Ga je dit wel terugzien. Eén ding belangrijk, wat ik net al inderdaad ook al zei, hè, die handbak die er niet meer is, dat betekent inderdaad ook dat je ja, daar geen rekening mee hoeft te houden in het ontwerp van het interieur, wat ook prettig is. Infotainment, ja, weer een stap verder. Ik vind hier dat Audi even leidend is en ongetwijfeld de andere Duitse concurrentie en andere partijen gaan daar ook weer mee. Eigenlijk samen met Range Rover, waar ze in details misschien nog niet zo goed zijn, maar de Velar heeft dit ook. Twee schermen, dat werkt gewoon briljant. Dus je hebt het traditioneel, of vindt het inmiddels al traditioneel, navigatiescherm wat hier zit. Daar hebben ze twee verschillende maten overigens in. Dus afhankelijk van welk pakketje je kiest. Navi is overigens standaard, net zoals Bluetooth en USB, dat soort dingen. Maar dat, ja, je kan niet meer een auto in deze klasse hebben waar dat niet op zit. Maar als je het grotere scherm pakt, dan heb je ook hier geen normale klokken meer, maar actieve display. Maar wat gewoon heel erg mooi werkt, het scherm heeft ook haptische feedback. Dus als je ergens op drukt, dan voel je dat die feedback geeft. Ze hebben stappen gezet qua performance van het systeem. Bijvoorbeeld ook handschriftherkenning. Hè? Dat kennen we al van Audi. Kon je hier schrijven op de touch controller. Nu kan ik gewoon op dit grote scherm, het tweede scherm, schrijven. En ik heb het net geprobeerd. En even Rotterdam ingevoerd. En die man zei, nee joh, gewoon door blijven schrijven. Hij blijft dat wel herkennen. En dat was inderdaad zo. Ik bleef gewoon zeg maar, snel schrijven. En dan pakt hij hem gewoon meteen naadloos op. Hele interieur, ja, het is weer ja, van grote klasse. Dat is natuurlijk wat we wel een beetje de inkopper bij Audi. Maar het is ook echt erg mooi. Heel clean geworden. Je ziet hier dat hout mooi. En hier loopt door zeg maar, ja, een soort zwarte strip van het scherm. En zodat het scherm uit is, dat het ook zeg maar, één geheel vormt. Je hebt mooie lichtpakketten. Dus zeg maar de ambient lighting. Dan ligt hier mooi de voetruimtes ook uit. Maar dan heb je ook contourlight. Ik moet even goed zeggen. En dan zie je in dit soort randjes. Maar ook hier zit dan de verlichting. En je hebt natuurlijk Audi Drive Select. En dan kun je in comfort, efficiency, modus die ik nooit gebruik, maar of in sport zetten. Dynamic heet het dan bij Audi. En dan wordt dat ook rood. Ja, het is,
weet je, nee, het verandert je leven niet, maar het is wel weer mooi. Hè? En ook het Quattro logo, ik moest daar ook een beetje om lachen. De Audi man zelf ook, van, ja, wordt dan uitgelicht. Het zijn toch dingetjes waardoor je blij bent om in zo'n auto te zitten. En dat is natuurlijk ook wat een premium merk moet doen. Hè? Het moet je net even een tandje verder brengen. Ja, weet je, de volgende stap is dat we gewoon een rondje gaan rijden. Dat gaan we nu zeker niet doen. Hè? Ik mocht als een van de eerste deze auto bekijken. Ik vind hem mooi. Ik denk dat ook mensen die niet per se Audi fan zullen zijn, echt wel zullen zeggen, ja, dit is een mooie auto. En mooi uitgewerkt bedieningsconcept bijvoorbeeld ook. Of ook kleine dingetjes. Hè? Ik heb hier naast het stuur zitten knopjes om, ja, wat opties rondom de verlichting. Op het moment dat je met je hand er naartoe gaat, lichten die even op. Hè? Dus als dat geeft net even wat feedback, waardoor je het net even wat beter ziet. Dus dat soort kleine details, dat is ook wat een premium merk zoals Audi, ja, een premium merk maakt.